Ik zie barakken en een spoorlijn. Ik hoor vogels fluiten. En ik zie een trein. Het ziet een beetje luguber uit allemaal. Een beetje spookachtig, ja. Het lijkt een prachtige dag in Sobibor. Mooie wolken. Prachtig blauwe stralende lucht. En overal hoor je vogeltjes fluiten. En dan lijkt het net alsof je in een heel vredig tafereeltje terecht bent gekomen. Maar wat natuurlijk niet het geval is, want het geluid wat je hier heel erg mist, is het geluid van een hele hoop mensen bij elkaar en een hele hoop mensen die in paniek zijn. En dat was in 1942 en 1943 het geval. Ongeveer 34.000 Nederlanders werden er gedood. Bijna allemaal binnen 5 maanden nadat ze in Sobibor waren aangekomen. Ondanks dat Sobibor zo ver weg is, vinden ze het in Vught belangrijk om ook bij dat kamp stil te staan. Omdat Vught sowieso een historische band heeft met dat kamp in Polen, omdat de kindertransporten vanuit Vught en andere Joodse gevangenen ook naar Sobibor zijn gevoerd. En omdat wij als herinneringscentrum het ook heel belangrijk vinden om te onderzoeken welke nieuwe technieken die er allemaal om ons heen oppoppen en ontwikkelen, ook te gebruiken zijn om de verhalen die wij te vertellen ook door te vertellen. Marjes, loopt u ook langs die trein? Zeg je? Loop jij ook langs die trein? Ja, ik loop langs die trein, ja. Ik vond het heel ijzingwekkend om te zien. Het wel indruk gemaakt, zeer zeker. Vooral die kleertjes en die kinderschoenen die ik zag liggen. Leek het echt? Ja, vond ik wel. Ja, ja, je hebt er wel een idee bij, maar dan je probeert je dan toch in te beelden. Want nu is het stil, je hoort wat vogeltjes vanuit, maar dan... Ja, dat het nog 10, 100 keer erger geweest moest zijn voor die mensen destijds. Maar het was nu al eng. Oh, jakkes. Slechts 18 Nederlanders overleefden Sobibor.